Zie je! 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 Hallo jongens en meiden, wat leuk dat jullie weer kijken naar deze spliksplinter nieuwe aflevering van Xie. En vandaag gaat Xie over, weet je wat, het komt goed uit jongens en meiden, want ik ben niet alleen vandaag, ik heb hulp. En, want Hannelore is hier weer. Hannelore, kom maar Hannelore. Hannelore, wat is er nou? Waarom duik je weg? Kom maar, er zijn alleen maar heel lieve kinderen hier. Ja, maar ik schaam me een beetje. Waar schaam je je voor, Hannelore, dan? Dat hoeft toch helemaal niet, hè? Kijk, hier, kom even bij staan. Zie je al die kinderen daar? Ja, die zie ik, ja. En dat vind ik helemaal niet leuk. Woehoe! Hannelore, wat is er aan de hand, joh? Hè? Er zijn hele aardige kinderen daar. Ja, maar dan zien die het ook. Maar wat zien ze dan, Hannelore? Wat is er dan? Ik schaam me een beetje. Hannelore, kom eens even. Kom eens even bijstaan. Zo. Hè, wat is er nou aan de hand, joh? Waar schaam jij je voor? Wat is er? Ik schaam me een beetje voor... Oh, Hannelore, kom. Hé, het geeft echt niks hoor. Ik vind het echt niet erg. Ik schaam me een beetje voor mijn rode haar. Oh, Hannelore, hé. Dat geeft toch niks te zijn? Hier, kijk, daar zit ook iemand met rood haar en daar zit een kind met rood haar. Er zijn heel veel kinderen die dat hebben. En het staat je hartstikke leuk, moet je kijken. Prachtige staart heb je, hè, mooie strikjes. En het ziet er echt heel leuk uit. Nou, en zo hebben jullie misschien ook wel dingen waarvan je denkt, ja, eigenlijk schaam ik me misschien daar een beetje voor. Of misschien ben ik daar een beetje bang voor. Ja, net als ik. Nou, weet je, wat je mag doen, zet het filmpje even heel over pauze. En als je durft, als je wil, vertel het eens aan elkaar. Waar schaam je je voor? Of heb je je vroeger voor geschaamd? Of waar ben je misschien een beetje bang voor? Ja, gaan wij dat ook doen dan? Ja, gaan wij dat ook doen. Oké. Oké, jongens en meiden, ja, ik zie alweer dat er heel veel dingen gedeeld zijn met elkaar. Dat jullie heel veel dingen aan elkaar hebben verteld. Ja, heel goed hoor. Ja, ik vind dat heel knap. Het was eigenlijk wel, heeft me wel geholpen, Jenne. Heeft het je geholpen om het te vertellen, waar je je over schaamde? Ja, het heeft mij wel geholpen. Nou, weet je wat zo leuk is, jongens en meiden? In de Bijbel staat ook een verhaal van iemand die zich eigenlijk een beetje schaamde. En daar gaan we het vandaag over hebben. Maar eerst, jongens en meiden, eerst komt de gast van de week. Ja, en de gast van de week, dat zijn er deze week niet één, maar er twee. En zij doen iets wat eigenlijk ook niet zo heel handig is. En hoe dat afloopt, kijk maar snel mee. Dit is Bas, hij houdt van basketballen. En soms gaat de bal wel heel hard. Wat is dat? Ik hoor allemaal glas. Wat is er gebeurd? Wat moet ik nu doen? Weet ik veel. Maar ik wil mijn bal wel terug. Ik denk dat je maar moet aanbellen. Mevrouw, ik heb net per ongeluk een bal in uw tuin geworpen.
Ja? En misschien is er iets kapot gegaan. Oh, dat was jij dus. Wacht eens even. Momentje. Hier. Ik ben blij dat je het eerlijk zegt. En? Ik vond het eigenlijk een hele lelijke lamp. Dus ik ben ook blij dat die kapot is. Fijne dag, hè? Ja. Doei. Nou, jongens en meiden, dat liep een beetje anders af dan ik had gedacht, hè? Ik dacht, nou, die vrouw die zal wel boos zijn. Wat dacht jij, Anne-Lore? Ja, dat dacht ik ook, ja. Nou, maar dat ging wel anders, ja. Ja, en zo gaan dingen wel vaker een beetje anders als dat je denkt. En bij de Heer Jezus is dat al heel vaak zo. Want in het volgende verhaal gebeurt ook iets waarvan iemand dacht, ik weet niet of het goed gaat en ik weet niet of de Heer Jezus dit fijn vindt. Maar luister maar wat Hilde daarover te vertellen heeft. Het is een wonder. Het is een groot, groot wonder. Ik ben weer helemaal beter. Helemaal. En het enige, echt het enige wat ik gedaan heb, is dat ik heel even zijn jas heb aangeraakt. Dat was alles. En toen, jongens, ik kan het nog steeds niet geloven. Helemaal beter. Maar wacht even, wacht even. Nee, zo snappen jullie er natuurlijk helemaal niks van. Oh, ik zal proberen om het rustig te vertellen. Nou, dan moet ik wel eerst terug. Jullie moeten weten, ik was heel erg ziek. Al heel lang heel erg ziek. Ik was al 12 jaar lang ziek. En ik was zo moe. Zo bleek. Zo slap. Ik ging helemaal krom lopen van moeheid. Ik kon 's morgens mijn bed niet meer uitkomen. Ik kon niks doen. En ik ben naar heel veel dokters geweest. Oh, naar zo ontzettend veel dokters. En ze kosten allemaal heel veel geld. En ze konden me niet beter maken. Oh, ik was echt ten einde raad. En toen hoorde ik over Jezus. Jezus van Nazareth. En dat hij de Zoon van God is en dat hij mensen kan genezen. En dat had hij ook gedaan, want ik hoorde dat hij iemand genezen had die blind was. En die nu dus weer kon zien. En ik hoorde ook over iemand die niet meer kon lopen en die genezen was door Jezus. En toen dacht ik, oh, naar hem moet ik toe. Maar ja, de mensen die hij genezen had, dat waren wel mannen. En ja, mannen zijn hier bij ons veel belangrijker dan vrouwen. Echt veel belangrijker. Ja, dus wat moest ik doen? Maar de mensen om me heen, die zeiden dat je echt met alles naar Jezus toe mag gaan. En dat hij je wil helpen. En toen ik hoorde dat hij naar Kafarnaüm hier bij ons in het dorp zou komen, toen dacht ik, ja, oké, kom op. Ga naar hem toe. En ik heb me uit bed gesleept. Ik heb mijn kleren aangedaan en mijn hoofddoek om. En ik dacht, ja, ik moet nu naar buiten. Ik moet naar hem toe. Ik wil zo graag beter worden. En toen liep ik buiten en ik zag al die dromme mensen. Want er waren heel veel mensen die om Jezus heen waren, vooral mannen. En ik dacht, oh, ik weet niet of ik daartussen mag komen. Maar ik dacht, ik moet. Wie kan mij anders nog helpen? En ik liep, ik strompelde, ik ging. En toen zag ik Jairus aankomen. En Jairus, moet je weten, dat is het hoofd van de synagoge bij ons in het dorp. Is een heel belangrijke man. En ik had hem nog nooit zo gezien. Hij was in paniek. Hij zag er verschrikkelijk uit. En hij rende naar Jezus en viel voor hem neer op zijn knieën. En hij zei, Jezus, Heer, u moet mij helpen. Mijn dochter is zo verschrikkelijk ziek. En alleen u kan haar beter maken. Maar dan moet u wel snel zijn. Kom met mij mee naar huis. En toen dacht ik, nou, zie je, Jairus is veel belangrijker dan ik. Dus Jezus zal met hem meegaan en die zal hem gaan helpen, maar toch niet mij. Oh jongens, wat moest ik doen?
Ik wist het echt niet meer. En alles vocht in mij en alles... Maar ik dacht, nee, ik voelde ook het verlangen. Ik dacht, nu is Jezus in de buurt. Ik moet naar hem toe. En Jezus ging nog niet met Jairus mee. En al die mensen waren om hem heen. En ik dacht, ja, kom op, ga. En ik verstopte me nog wat meer in mijn doek. En ik bewoog me tussen de mensen door. En ik probeerde om er niet op te letten hoe ze naar me keken. En ik kwam dichterbij en ik zag opeens de rug van Jezus. En ik zag zijn kleed, zijn jas. En ik was moe. Het ging bijna niet meer, maar ik kwam dichterbij en dichterbij. En ik raakte zijn jas aan, de onderkant van zijn jas. En opeens... Ik voelde een tinteling. Eerst in mijn vinger. In mijn hand, in mijn arm. En toen in mijn hele lijf. En ik bleef van schrik staan. En ik stond naar mezelf te kijken naar hoe alles tintelde en voelde en hoe het ging. En opeens hoorde ik een stem zeggen, wie heeft mij aangeraakt? Oh, en toen schrok ik nog meer, jongens. Oh, toen schrok ik nog meer. En ik keek op van mijn lijf naar buiten en ik zag al die mensen kijken, die mannen met boze blikken. En Jezus keek ook. Maar Jezus keek niet boos. En ik stond te trillen op mijn benen en ik durfde het bijna niet te zeggen. Maar ik dacht, ja, weglopen heeft geen zin meer. En ik zei, ik Heer, ik was het die u aangeraakt heeft. Maar vergeeft u me alstublieft. Want ik dacht, ik ben veel te brutaal geweest. En Jezus? Jezus werd niet boos. Hij keek naar mij. En hij zei, wees gerust. Uw geloof heeft u gered. En toen jongens, oh, toen was ik echt beter. Oh, dat was echt zo heerlijk. Ik voelde me echt helemaal beter. Ik kon weer rechtop staan. Ik kon wel dansen. Ik kon wel juichen. Ik kon wel zingen. En Jezus was daar nog steeds. Hij rende niet mee met Jairus. En toen ben ik naar huis gegaan. Helemaal blij en blozend. Wat was het wonderlijk. Ik keek nog even om. En ik zag hoe Jezus rustig aan met Jairus meeging. Ik had hem alleen maar aangeraakt. Heel even bij hem geweest. En dat was genoeg om beter te worden. Zo, wat een prachtig verhaal, hè? Ja, ik vond het ook heel mooi, ja. Ja, en wat bijzonder, hè, dat de Heer Jezus ook al, schaam je je? Ja, en ook al ben je een beetje bang, toch doet hij altijd iets onverwachts en dan helpt hij je. Ja, tof, hè? Hé, hey, en dat is ook voor ons. Ja, ook voor mij. Terwijl ik me schaam voor mijn rode haar. Ja, ook voor jou, zeker. En ook voor als je, misschien hebben jullie ook wel eens dingen gedaan waarvan je denkt, oeh, daar heb ik een beetje spijt van of oeh, dat vind ik niet zo leuk. Nou, Esther vertelt in het volgende filmpje iets wat je dan kan doen. Vandaag gaan we met bidden iets doen wat heel moeilijk is. Want misschien heb jij ooit wel eens iets gedurfd, maar dat liep niet zo goed af. Dat ging niet zo goed. En je hebt er spijt van wat er is gebeurd. En daar gaat dit bidden over. Wat we vandaag gaan doen, is je gaat iets, een briefje, een gewoon briefje, daar ga je iets opschrijven waarvan jij denkt, dat zou ik liever aan niemand vertellen. Dat durf ik niet zo goed. Ik durf het niet zo goed aan mijn vader of aan mijn moeder of aan mijn broertje of zusje of aan iemand anders. Misschien mijn juf of meester of iemand anders waar ik van hou. Dat zou ik het niet durven vertellen.
Weet je, aan God kun je alles vertellen. En God vindt het heel fijn als jij met dingen bij hem komt. Ook met dingen die jij heel spannend vindt om te vertellen. En bij God is het veilig. En het is goed om ook over moeilijke dingen met God te praten. Dus als jij nu iets opschrijft, hoeft een ander dat niet te zien. Dat mag je helemaal zelf doen. Misschien kan jij niet schrijven, maar kan je wel tekenen. Misschien heb je iets gedaan waarvan je denkt, dat was niet zo leuk. Dat was niet zo fijn. Dan maak je daar een mooie tekening van. Maar niemand hoeft het te zien. Het is namelijk zo, als je die tekening of het opgeschreven waar je spijt van hebt gemaakt, dan mag je die tekening, ik zal hem even aan jullie laten zien, maar je hoeft hem dus aan niemand te laten zien, die kan je dan in hele kleine stukjes scheuren. Hele kleine stukjes, zodat niemand het ziet. Zodat alleen jij en de Heere God weten wat er op dat papier staat. En tijdens het scheuren kun je met God praten. Dan kan je bijvoorbeeld tegen God zeggen, Heere God, u weet wat hierop staat. En u weet dat ik hier spijt van heb. U weet ook dat ik het aan niemand durf te vertellen. En Heere God, het spijt me zo. En wilt u mij vergeven dat ik dit heb gedaan? En wilt u mij helpen dat ik de volgende keer niet weer doe? En heel misschien, Heere God, wilt u mij ook wel helpen om het toch te vertellen? Omdat het goed is om dat te doen. En zo scheur en bid je tegelijk. En aan het eind van je gebed heb je alleen maar snippers. En die snippers, die kan niemand lezen. Want je gooit daarna de snippers ook gewoon in de papierbak, in de prullenbak. Zodat niemand dat ziet. Het is iets tussen jou en de Heere God. En God vindt het altijd fijn dat jij bij hem komt. Echt waar. Ja, jongens en meiden, en dan is het alweer tijd voor de uitdaging van deze week. Joepie! Ja, en de uitdaging van deze week is een hele leuke, want we hebben het gehad over dat je misschien iets spannend vindt. En dat je misschien niet weet wat er precies gaat komen. Nou, in dit spelletje, wat jullie misschien wel kennen, ga je dit ook doen. Je mag zo meteen een handdoek of een theedoek pakken. En dan vraag je aan je broertje of zusje of je vader of moeder of die handdoek zo over zijn ogen wil. En dan kan hij natuurlijk niks meer zien. Maar dan ga jij diegene een hele toer geven door het huis, waarbij je ervoor zorgt dat hij nergens tegenaan botst. Maak dus van tevoren ook even je eigen BP. He, als je blinde geleidemannetje gaat spelen, moet je eerst van tevoren altijd je blinde geleideplannetje maken. Zie je wel? Nou, dit is de mijne. Zie je wel, dit gaat Hannelore zo meteen lopen, dus ik ga even niet hardop zeggen wat er allemaal gebeurt. Maar dan kan je precies tekenen wat de route is. Laat die even aan je papa en mama zien, zodat zij het ook snappen. En ga dan met je broertje of zusje, of je papa of mama zelf misschien wel, die route lopen. Zodat zij ook gaan merken wat het is als het misschien een beetje spannend is. Maar ook als er iemand is die je helpt en die je kan vertrouwen. Oh Jenne, hey, dat lijkt me een heel leuk spel. Zullen we dat nu gaan doen? Ja, dat kunnen we nu gaan doen. Is leuk. Oké, kom snel. We moeten gaan. Oh ja, Hannelore, ik kom al. Jongens en meiden, dit was Xie voor deze week. Volgende week zijn we er weer met een hele nieuwe. Tot dan, hè. Xie! Ja, kom nou. Ik wil dit spelletje doen. Het is leuk. Ja, Hannelore, ik kom al. Ja.